Welkom en fijn dat u naar het gesprek kijkt wat gaat over het betrekken van leden bij uw vereniging. En ik praat met de directeur van Vereniging Eigen Huis, Cindy van der Velde. Dag Cindy. Hallo. Meteen maar eventjes met de deur in huis. Wat maakt het vak verenigingsdirecteur zo leuk? Oh, dat is een vrij eenvoudige vraag. Vereniging Eigen Huis is een onafhankelijke vereniging. We hebben eigenlijk maar één stakeholder en dat is ons lid. En dat maakt het heel makkelijk, zodat je iedere dag weet waarvoor je het doet, voor wie je het doet en waarom je het doet. En dat is, even aansluitend bij de vorige spreker, een heel duidelijke visie die we met z'n allen delen. Ja, maar dat maakt het makkelijk. Maar wat maakt het leuk? Dat is juist heel erg leuk, want je wordt niet afgeleid, je wordt niet verstoord, doordat je allerlei belangen voortdurend met elkaar tegen elkaar moet afwegen. Oké. Nou is Vereniging Eigen Huis een beetje vanuit mijn geschiedenis, een vereniging waar je lid van werd op het moment dat je een huis ging kopen. En op het moment dat je huis had gekocht, dan zet je je lidmaatschap, zegt hij, weer op en dan ging je vrolijk door met lekker wonen. Inmiddels hebben jullie de transitie kunnen maken dat ook die huizenbezitter lid blijft. Ja, dat klopt. Wat is de belangrijkste switch geweest om dat voor elkaar te krijgen? Nou, wij zijn een vereniging die de belangen behartigt van mensen die een eigen woning bezitten of dat graag willen. Mm-hmm. Dus er zijn ook veel mensen die worden lid voordat ze een eigen huis gaan kopen. En je ziet dat je relevantie moet bieden voor zowel mensen die een huis kopen als mensen die een huis bezitten. Want een huis koop je niet voor eventjes. De meeste mensen wonen vrij lang in hun eigen woning. En er zijn heel veel partijen of organisaties die daar invloed op hebben. Bijvoorbeeld de overheid, de landelijke overheid of de gemeente of de bank, noem allemaal maar op. Mm-hmm. En in je eentje heb je daar vrij weinig tegenwicht tegen. En dat heb je met z'n allen wel. Ja. En wij staan voor het duurzaam en betaalbaar wonen. En dat betekent dat je verder moet gaan dan bijvoorbeeld alleen een aankoopkeuring of het geven van een hypotheekadvies. Maar hoe krijg je zeg maar in je team? Want je team is in eerste instantie gericht op dat lid wat een huis koopt en nadat het huis aangeschaft is, lid af gaat zijn. Of zijn lidmaatschap opzegt. Dat was het vroeger, een beetje. Oh, dat vond ik wel altijd. Ja. Ja. Ben jij lid van Vereniging Eigen Huis? Ik ben geen lid van Eigen Huis, maar inderdaad wel ooit lid geweest omdat ik een huis kocht. En in de aankoop vond ik het handig om lid te zijn. Mm-hmm. En toen had ik gekocht, heb ik het opgezegd. Oké, nou dan ben je gelukkig niet zoals de rest van de 720.000 leden. En de meeste mensen die worden inderdaad lid op het moment dat ze een huis kopen. Dat is een heel natuurlijk moment. Ja. Maar ook binnen de vereniging is het besef dat je op individueel niveau relevantie moet bieden aan je leden. Snap ik. Vroeger werden mensen, als ze een auto kochten, lid van de ANWB. Kochten ze een woning, werden ze lid van Vereniging Eigen Huis. En dan bleven ze dat tot in lengte van dagen. Nou, tegenwoordig, en dat herken ik wel in wat je zegt, zul je keer op keer weer je relevantie moeten brengen. Ja. Dus we hebben diensten op het terrein van bijvoorbeeld energie. Maar dan nog eventjes, want dan wil ik toch nog even naar dat team toe. Dat team is dus gewend op een bepaalde manier te werken. Ja. En dat werken wordt een beetje anders. Want je gaat die relevantie ga je turnen. Nou, je gaat het niet zozeer turnen. Het is niet zozeer dat het een in plaats komt van het ander. Want er zijn nog steeds heel veel mensen lid van Vereniging Eigen Huis die dat primair doen omdat ze het belang van een vereniging die opkomt voor hun belangen, dat ze dat steunen. Ja. En daarnaast heb je mensen die worden lid pas op het moment dat ze een dienst afnemen. Bijvoorbeeld omdat ze via ons een energiecontract afsluiten of zonnepanelen kopen, om maar een voorbeeld te noemen. En op dit moment, als je kijkt naar ons verdienmodel, dan is de helft van de inkomsten afkomstig uit contributie en de andere helft afkomstig uit de dienstverlening. En dat vinden wij een gezonde balans. Okay. En we zijn voortdurend bezig om nieuwe diensten te ontwikkelen, want we willen natuurlijk de markt verstoren. En dat betekent dat we continu aan het innoveren zijn, maar niet in het wilde weg. Ja. Dus je zult bij ons niet goedkoop je auto kunnen laten wassen, bijvoorbeeld. Nee. Dus maar je wil de markt verstoren, hoor ik zeggen. Dat is natuurlijk wat opvalt. Mm-hmm. Wat wil je eraan verstoren? Het prijsniveau? Soms wel. Als we bijvoorbeeld kijken naar energie, het prijsniveau. Maar als we kijken naar hypotheken. De vereniging is ooit begonnen met het geven van hypotheekadvies. Omdat we het commissiestelsel eigenlijk niet meer goed vonden. En we zagen dat daar te weinig beweging in zat. Zo hebben we ook ooit een notarisservice gehad. Er waren te veel prijsafspraken tussen notarissen. Daar werd eigenlijk was onvoldoende marktwerking. Ja. Nou, dan beginnen wij zo'n dienst om die markt op te schudden. Ja. En hoe zorg je dan ervoor dat je de concurrentie te slim af bent? Nou, wij richten primair diensten in vanuit het belang van onze leden. Dus daar waar je ziet dat er een machts-
of een onbalans is in de machtsverhouding tussen professionele partijen en leden, daar vind je ons. Mm-hmm. Dus wij zijn niet zozeer op zoek naar diensten waarin we de concurrentie voorblijven. Wij zullen ook nooit een MeToo-dienst introduceren. Dat ligt niet voor de hand. Een MeToo-dienst? Dus we zullen niet een dienst gaan kopiëren die er al is. Okay. Of een product gaan leveren wat er al is. Omdat we denken dat we daar meer aan kunnen verdienen dan een ander. Mm-hmm. Dat zullen wij doen omdat het, punt 1, binnen ons DNA past. Niet te verwarren met de Nederlandse associatie, ja, maar meer binnen onze genen past. Dan zullen we een dienst ontwikkelen of een product. En dan doen we dat omdat wij vinden dat op dit moment de consument niet goed wordt bediend. En okay, dat is een hele andere motivatie. Oké, snap ik. Helemaal duidelijk. Meteen maar even door over die genen. Mm-hmm. Want je hebt ergens gezegd, de genen of het DNA van Vereniging Eigen Huis maakt mij succesvol. Nou, maakt niet mij succesvol, maar maakt de vereniging succesvol. En ik werk daar niet alleen, er werken ook nog 200 collega's. En het is, op een gegeven moment hebben we tegen elkaar gezegd, laten we nou eens vastleggen, wat is nou ons DNA? Kijk, de doelstelling staat in de statuten al 40 jaar lang. Ja. Maar hoe vertaalt zich dat nou? En dan is de discussie niet meer, wat vind jij of wat vind ik ervan? Maar dan is het de vraag, is het waar passend? De club voor staat. Ja. Past het binnen ons DNA? Het is ook letterlijk vormgegeven in een cirkeltje. En je moet continu aan kunnen geven waarom je dit doet en of dit past. En dat, ja, maakt de besluitvorming wel wat makkelijker. Ja. En rondom die genen en het DNA heeft u ook een filmpje meegenomen? Nou, het filmpje is niet zozeer rondom de DNA en het, rondom de genen en het DNA. Het filmpje is, want wat je ziet op het moment dat je zegt dat je als vereniging producten en diensten gaat leveren, dan horen daar allerlei plannen bij. Daar horen marketing- en communicatieplannen bij. En dan ga je heel gauw zo'n dienst ga je aanbevelen of zo'n dienst ga je promoten. En we zagen op een gegeven moment als vereniging dat het belangrijk is om ook ons als vereniging als totaal, als vereniging in zijn geheel kenbaar te maken. Want het een mag natuurlijk nooit ten koste gaan van het ander. Mm-hmm. En daar hebben we een filmpje over mee. Nou, laten we daar eens naar kijken. Hier is hij. Dank, Cindy van der Velde, voor dit gesprek. Graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel.